Ja. Nou, ik wil even voorstellen, saxofoon kwartet Nova Zembla. Henk van Hemert bespeelt de baritonsaxofoon, Elsbeth Pils de sopraansaxofoon, Marieke Kuiper de tenorsaxofoon, de pianist is Annette Wilschut, die zit nu naast me, en ik ben Hans Boetje en ik bespeel de altsaxofoon. Ga je ooit eens op vakantie naar Hawaii of zoiets, dan krijg je hem vast wel eens te zien. In de verte een klein krabje, maar dichtbij een reuzenbeest met indrukwekkend grote snaren. Tijd bij elkaar en spelen ook al lange tijd dierencomposities van Pierre Vallon. Met veel moeite hebben we de pianomuziek kunnen krijgen. Lang hebben ze in bestelling gehad bij Broekmans en Van Poppel, maar die had ze niet en uiteindelijk kregen we uit Amerika compleet vergeelde, half vergane kopieën. En wat zagen wij tot onze verrassing? Boven de muziek was tekst. Tekst in het Frans. Ongeveer in die periode kwam ik Piet Perret tegen op de pont. Van Hans kreeg ik dus de muziek met het verzoek om met de teksten wat te doen. En nou, uiteindelijk bleken ze inderdaad wat gedateerd. Toen ben ik met de muziek zelf aan de gang gegaan, heel goed geluisterd. En op de muziek, geïnspireerd door de titel die Vallon eraan had gegeven, de pinguïns of de dolfijnen. Vanuit die optiek ben ik naar de muziek gaan luisteren en heb geprobeerd daar een nieuwe teksten op te maken. Soms geïnspireerd door gegevens die Vallon mij aandroeg, maar veelal totaal nieuwe teksten die met de muziek meegaan, soms tussen de muziek door. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de voorstelling Au Jardin des Bêtes Sauvages, de titel die Vallon aan zijn boek, zijn piano-saxofoonboek, heeft gegeven.